Om te weten welke regels gelden in de zuidelijke inheemse dorpen, heeft Conservation International Suriname, CIS, in samenwerking met de Organisatie van Inheemse Volkeren in Suriname, OIS, een Code of Conduct handboek uitgebracht. Het handboek is bestemd voor de inheemse gemeenschap van Zuid-Suriname, waarin respect en erkenning van traditie en waarde een belangrijke plaats innemen. Chaniel Ginna, Senior Technical Coordinator van Conservation International, zegt dat er in totaal 8 dorpen zijn bezocht om de regels in het handboek te kunnen vaststellen. Wij hebben dit samen gedaan met de OIS, 2 leden van de OIS, waarbij we dus met hulp van Triana en de andere leden die zijn getraind tijdens de TOT workshop, de meetings begeleid en dan ook gefaciliteerd. En dan hebben zij toen de regels vastgesteld samen met de gemeenschap. Het handboek is toen geschreven door de OIS, een draft. En dat is dus toen teruggestuurd naar de gemeenschap voor validatie en akkoord. En vervolgens hebben we het laten vertalen naar de inheemse talen Trio en Wayana. Het Code of Conduct handboek is voortgekomen uit een project van CIS en OIS. Het gaat om het 3-jarig project van Trio en Wayana Indigenous Community Empowerment, TWICE. Dat wordt gefinancierd door de Europese Unie. Erlene Power, Technical Manager van Conservation International, zegt dat het algemeen doel van het TWICE-project is om de inheemse gemeenschappen van Trio en Wayana in Zuid-Suriname te versterken, zodat zij kunnen onderhandelen met publieke en particuliere belanghebbenden om hun sociale en economische rechten te beschermen. Het specifiek doel van het project is dat de inheemse gemeenschappen in Zuid-Suriname meer kennis hebben om te kunnen onderhandelen met externe mensen als die bijvoorbeeld wegen willen aanleggen in hun woongebied. Het Easy Twice project is gestart op 1 februari 2020 en moest eigenlijk in 2022 afgerond worden. Maar vanwege COVID hebben we iets langer moeten doortrekken, dus waardoor het project nu op 28 februari stopt. Het handboek is vandaag overhandigd aan vertegenwoordigers van ministeries, de Nationale Assemblee, NGO's en andere organisaties.